Hallo kijkers van Gals Games, hier ben ik weer met een nieuwe video en zoals jullie zien is dit een keer wat speciaals. Dit is natuurlijk de video van Army vs Terrorist van Dus David en ja, Guido heeft natuurlijk de gehele versie geüpload. Ik heb hem ook nog een keer geüpload, alleen vanaf hier zien jullie het in mijn perspectief. Dus in ieder geval mensen, veel plezier met kijken en als jullie het leuk vinden, doe natuurlijk alvast dat blauwe duimpje omhoog. Bij Army vs. Terrorist. Iets wat we eerder hebben gedaan. Hè, Duffy? Hallo. Hallo, inderdaad. We zijn hier met een elite team van Delvin, Duffy, Chucks, Dylan en ik. En wij zijn de Army wederom. Ik wil ook een keer terrorist zijn. We zijn met z'n vijven en we spelen tegen 16 man terroristen. Die hebben Mytopia ingenomen. En wij moeten ons even gaan aankleden, jongens. Dus laten we daarmee gaan beginnen. Okay. Door de gear even aan te trekken. En wapens. Dan wordt ook boven hier ook allemaal één stekje van halen, volgens mij. Dat is ook allemaal hetzelfde. Zo, ik ben geen bouwer. Alsjeblieft niet. Ik ook niet. Die gaat ik ook doen. Niet. Nou, ik ook liever niet eigenlijk, maar... Oh, Dylan biedt zich aan? Oké. Okay. Ja, fijn. Okay. Fijn op mijn eerste keer. Ik ben even in de balkjes erboven, jongens. Dat is niet te zien natuurlijk. Middelste. Belangrijkste wat er is. Wapens. Iemand voorkeur. Gaan grijpen. Zeker weten. Vertel, ja, wat wil je hebben? Sniper. Ja, pak. Alsjeblieft, pak. De sniper. Wie nog meer sniper? Oké, ik. Delvin, je bent de meeste... Ja? Duffy? Ja? Oké. Tuurlijk. Nou, dan ga ik voor de AUG en de rest ook, denk ik. Als soort van main wapen. Ja. We hebben nog een paar extra's en sommige mensen hebben dus niks, om het zo maar te zeggen. Ik ga geen granaatwerper en die Saw is echt voor de tank, voor de grote boy. Wie is de grote boy? Nou ja, ik ben in real life wel groot, dus ja, misschien met die reden dan. Dit is gewoon spray en pray. Oké. Okay. Die komt volgens mij helemaal goed. Dan neem ik die wel. Dan neem ik een carbine, het is niet veel, maar het is 8 magazijnen, het is toch wat. En we hebben nog een AUG over, jongens, dus wie? Nou, als ik heb gooi. Ja, Chucks, doe je het. Ik ook. En dan gaat Delvin denk ik met de granaten gooien. Ja, ik vind Delvin? Oké. Okay. Ik wil die M4 pakken. Ja, doe je ding. Heeft iedereen twee grote wapens, om het zo maar te zeggen? Yes. Ja. Yes. Oké, okay, nou, helemaal goed. Dan denk ik dat wij even lekker gaan loaden. Heeft iedereen alles? Is alles uit de kist? Even kijken. Nee, iemand heeft nog geen medkit. Wie heeft er nog geen medkit? Mijne is weggegaan. Huh? Weggegaan? Kijk, ik zeg maar met shift... Jawel, met shift klik heb ik zeg maar gedaan. Hetzelfde als de steek en de appel. Ja. En dat is allemaal niet in me ingekomen, zo te zien. Oké, okay. Wie moet de extra golden apple hebben? En wie pakt de extra medkit? Ik denk dat de extra medkit voor Dylan wel chill is. Ja, voor de sprayen natuurlijk. Ja, ook al ben je vol HP, als je de rechter muisknop op drukt, hij gaat op. Dus niet per ongeluk doen. Nee, oké. Okay. En even voor de duidelijkheid, hè, met het schieten. Rechter muisknop was schieten, right? Links was inzoomen. Ja. Ja, oké, ja. Inzoomen moet je eigenlijk niet willen. Nee, precies, maar hè. Ik denk, ik heb genoeg kogels. Wie wil de USP nog hebben? Ja, ik heb ook meer dan zat. Ik heb ook genoeg. Okay. Ik heb ook genoeg. Ja, ik ook wel. Golden apples, zodra ze zien dat wij golden apples eten, rennen ze allemaal weg. Dus misschien is het handig dat Chucks die dan pakt, de extra golden apple. Dan verwachten ze van ze zijn allemaal gebruikt, right? Dat is dat, oké. Okay. Nou, denk wij kunnen vast wel klaar gaan staan. Heeft iedereen zijn wapens geladen? Yes. Ja, we zijn helemaal ready. Ja, wij mogen dan zo meteen hier van start. We kunnen hier al in de tunnel gaan staan. Dan moeten we linksaf, dan gaan we Mytopia in. Toch? Ja, achter ons is Sunnyville. Dan ga ik die jongens het sein geven dat zij dus los mogen. Ze gaan looten als een gek. Er zijn 16 man. Ja, willen we daarmee vechten? Liever niet, maar de terroristen mogen nu gaan. Oké, okay, teamleider Chucks, doe je ding. User left your channel. Yes, nou ja, gewoon denk maar erin gaan lopen. Ja, rennen inderdaad. Ze willen snel zijn, ja. Ze zijn nu nog zwak, nu hebben ze nog bijna geen dingen. M4 of AUG, wat is beter? AUG, heel accuraat. Oké, okay. Ja, got it. Dan is dat mijn main, prima. Blijf wel een beetje achteraan met de sniper. Ja. Zullen wij, wat maken we voor beweging rondom alles? Gaan we recht naar het midden en hopen dat ze tegenkomen? Gaan we een boog eromheen? We moeten het nu bepalen, Chucks. Ik verwacht dat ze gaan flanken, dus als ze via het midden gaan, dan... Ja, roger. Dan kunnen ze heel makkelijk in ons terugkomen. Ja, precies. Vooral de zijkant goed in de gaten houden. Ja, ze mogen wel shiften, maar niet bewegen. Dat is wel even belangrijk. Dus, okay. Ambushes en dergelijke is. Loop maar door hoor. Dan hou ik dit in de gaten. Yes. Ambushes is natuurlijk gevaarlijk. Ze kunnen in elk gebouwtje zitten.
Ze zullen waarschijnlijk de main plekken pakken, politie, dat soort dingetjes allemaal, inkoop, die zullen ze als eerste willen pakken waarschijnlijk. En we gaan nu richting de oude legerbasis, right? Yes. Ja, precies. Dat ze daarheen gaan. Misschien dat we Uptown kunnen bezetten. Uptown. Dat vind ik een goed plan. Zo mooi. Dit loopt dood. Ja. Nee, hier kunnen we naar boven, naar Uptown. Oh, hier zo ja. Oh, dat is perfect voor de snipers. Oké. Okay. Ja. Waarom? En op je oog zit ook een goede scope. Dat is... Oh, verrek, ja. Lekker. Oh, jij moet af en toe even eten, niet vergeten, anders heb je geen regen. Maar waar leidt het helemaal naartoe? Is het niet doodlopend? Of val je over de bomen? Dit verwachten ze nooit. Dus ze kunnen ons zo nooit flanken met explosives. Je kunt hier gewoon veilig langslopen. Ja, volg gewoon ons. Dan, dan komen we er wel achter. Als wij hier langzaam langs gaan, komen we dan niet vanzelf uiteindelijk bij de politie uit, ongeveer? Ongeveer. Waar gaan we doen, Jax? Gewoon daarop? Oké. Okay. Jax weet het zelf ook niet van mij. Nou, hier staat maar weer op, denk ik, hè? Oh, via de huizen. Prima. Alsof ze ervoor gemaakt zijn. Oh. Hadden we dat? Ja, makkelijk. Delphine, be like, ik ga maar gewoon via de grond. Ja, moeilijk doen. Oh. Oh, mooi dak. Oh, dat zijn die oude, dat zijn die legerbasisdingen, joh. Ja. Zo, okay, nou, wachten nooit dat wij zo hoog zitten nu. Nee, als wij hier ook nog kunnen oversteken, wij mogen wel shiften natuurlijk. Ja, 16 man, is, dat red je niet. Dat red je niet, denk ik. Nee. Jongens, hier zie ik iemand beneden lopen. Oh, wacht, dat is de Delphine. Huh? Delphine? Nee. Hier, dat is niet Delphine, hier zit er een binnen. Waar? Iemand zit binnen in dit gebouw, onder ons. Beneden ons. Ja, killen. Killen. Van beneden. Volgen. Schiet elkaar niet, hè? Nee. Hij redt eigenlijk een kapotje. Ja! Ja, nice. Oké, hij is neer. Goed, maar nu doorgeven waar we zitten, doen we hier weg, right? Ja. Nou, heel snel weg. Ik denk via de grond gewoon ergens op de reek. Ja, okay. Volg Chuck. Chuck is teamleider. Hij was aan het looten in zijn eentje, really? Ja. Ja, hier zitten dus waarschijnlijk meer in de buurt. Denk eerste, ik ook. Mijn eerste update vanuit de drone zijn 5 mensen bij de oude kledingzaak. Oh, cool. Dat is die vlakbij, gek. Let's go. Oh, er zijn wel 5 man, hè? Zorg dat je eten vol. Eten is vol. Even reload als je moet. Ik pak mijn heavy gun erbij, misschien als ze op een kluitje staan. Ja, precies. Lekker schieten, joh. Pas je wel heel goed op in je rug, hè? We lopen dicht bij elkaar. 1 C4 en zijn allemaal dood. Linksaf toch hier bij de bank? Ja. Ik denk hier al. We zitten midden in de stad, hè, hier. Ja, ze kunnen hier van alle kanten komen. Hier is de kledingzaak. Ja, gewoon go. Oké. Okay. De vraag is of ze hier nog steeds zitten. Ik ga hier even in, ja? Ik ga hier in. Ja, allemaal erin. Ik zie niks. Misschien de kledingzaak hiernaast? Ook niks. Niks? Zijn ze alweer weg? Ik denk dat ze meer de stad in zijn. Guys, hier binnen dan? Hier binnen? Hieronder? Ik sta bij je. Ja, hierbij. Sorry, ik zal niet meer shiften. Let ook op de ingangen nu, hè? Als iemand erin gaat. Ja, ik hou de ingang in. Ik heb wel een smoke. Ik doe het wel. Ik erin kan gooien. Voorzichtig. Je mag shiften hier, guys. Doe dat. Niemand. Helemaal niks? Oké, niemand. Leeg? Oké, dan gaan we de stad in? Ja, of stad niet? In, richting... Richting politiebureau, denk ik. Richting politiebureau, inderdaad. Oké. Okay. We moeten ongetwijfeld nog wat wapens liggen. Dat is hier al, dus laten we dat even doen. Handig zo'n spy drone, elke 5 minuten. Ja. Hou alles goed in de gaten, jongens, hè. Gaan we met z'n allen naar binnen? Ik pak de ingang hier, zo denk ik. Ik ben nog even buiten. Ik... ik ook. De rest naar binnen. Delphine en Rick houden de ingang in de gaten. En ze kunnen via de zijkanten komen, eventueel door het glas heen, want dat schieten ze gewoon kapot natuurlijk. Geef even een update, jongens. Niks begrijpen? Helemaal niks. Nee, nog niks. Okay. Lobby's zien dat gewoon helemaal clear boven zijn. Er is ook niks, nee. En zo. Oké. Is iedereen er weer uit? Nee, ik kom maar uit. Ja, we zijn er. Door de stad inlopen dan? F5 gebouw, dat soort dingen? Want we hebben basis gepakt. Of eerst op Blue Street. Ja, sure. Let's go. Aangezien we dan, als we namelijk nu midden stad pakken, kunnen van alle kanten komen. Ja. Oh, dit huis is open hier. Dan zijn ze hier geweest. Even secure of niet?
Ja, even gewoon even een quick look denk ik wel. Dat is wel handig. De rest staat alles even in de gaten, please. Ik kijk buiten wel even. Oké, okay, boven is clear. Buiten ook. As far as I know. Ze kunnen natuurlijk shiften ergens achter, maar denk ik niet. Hier zien we ook niemand. Waar zitten ze dan, joh? Ja, ik denk... Let ook op in de gebouwen, want er komen langs hoge gebouwen. Als iemand bij het raam loopt te kijken en die geeft informatie door. Oh, ik zie nog niks. Ja. Ja, daarom. Langs het Blue Street, kijk eens wat voor hoge gebouw daar staat. Ja, yep. Dus misschien is het toch niet verstandig om hier langs te gaan. Oh, kom eens, ik heb een hele mooie route gevonden. Ga het huis van GV in. Dit gaan ze ook niet verwachten dat we hier langs gaan. Ja, hier! Shift! Zitten allemaal achter de politie, Oh, ja, ik zie iedereen. Ze hebben ons gezien. Ze rennen weg. Oké, okay, omsluiten hier, voor de bank heen, oude bank. Oude... Ja, oké, okay, go. Ik volg je. Ze rennen weg. Ja, maar wel. Ja, we zitten hier achteraan te rennen nu. Dus. Ik zie namen daar zo, links. We zijn nu bij de oude bank. Yep. We lopen nu richting Audi IKEA. Pas op dat ze niet opeens van achter komen met een ander groepje of zo. Hè? Ze zaten hier net achter. Ze zaten toch hier? Ja? Ik zie ze hier zo, in de tunnel, kom. Oh! Tunnel? Hier in de tunnel. Ja. Achter deel vanuit. Oh, de zwerventunnel. Ik moet even eten ondertussen. Dus ik ben ietsje achter jullie. Ja, ik ook. Ik zie daar heel veel boven. Duffy. Hierboven? Hierboven? Het is Vederhuis. Dit is niet verstandig met C4. Dit kan zo'n trap zijn, hè? Ja, hier gaan we niet in. Dit ding. Hell no. Eigenlijk moet iemand aan de andere kant met een sniper wat nog zitten. Ik kan niet van boven op de ramen schieten als het er zit. Er zitten 3 mensen in het huis van V. Oh boy. Ik zie het, ja. Oké. Oh, ik zie er eentje staan. Ik zie er 3. Ze kunnen daar waarschijnlijk ergens naar beneden springen. Tank. Ik heb hem. Eentje down. Shox heeft 1 down. Ja, go. Delvin, ga omhoog met dat ding. Ja, oké. Okay. Delvin terug. Hij gaat eerst, anders schiet hij jou. Let's go. Ik heb alsof ze lopen nu terug het huis in. Oké, okay, ze staan hier voor. Pas op. Pas op, ik ben nog beneden. C4. Pas op. Het hitte mij compleet niet. Zitten ze hier nog binnen? Ze zitten hier nog binnen, pas op. Oh shit, ik word een stuk naar beneden geschoten. Lekker, pas op. Zit er nog één. Kleren hem even. Ja. Netjes. Nice. Was dit alles? Ja. Ik denk het wel. Volgens mij wel. Ik zit hier nog beneden. Jullie kunnen veilig terug naar beneden. Maar kijk even goed of je iets in de stad ziet. Alles is leeg hier. Komt helemaal goed. Oké, okay, nice. Ik kreeg in totaal 2,5 hartjes damage. Hoeveel was die persoon die viel? Ja, ik kreeg ook 2,5 totaal. Dus het viel op zich best wel mee. Ja, ze kunnen ons killen. Dat is het hele punt. De eerste 2 straten voor jullie zijn allemaal leeg. Oké. Okay. Mooie update. Okay. De eerste 2 straten. F5 gebouw misschien? Your channel. Ja, zouden ze in dat nu kunnen zitten. Jax? Ja, of zij zagen ons van het politiebureau afkomen, van die kant. Dus gaan nu juist weer naar het politiebureau toe. Omdat ze weten dat we die kant op gaan. Terug? Hebben hun... Ja, je hoort terug. Oké. Okay. Eigenlijk wel. Mensen, checken of je gun gereload is als moet. Yes. Ja, precies. Doen we gewoon even. Want dadelijk zijn we met een leeg magazijn. Oké, tot nu toe hebben we er 5 gekillt of zo? Met z'n 10 ongeveer. 4-5 denk ik ongeveer. Zoiets, ja. Dus dat houdt in dat ze nog steeds met een groep 2 keer zo groot als ons kunnen zijn. Maar tot nu toe waren ze te hebberig. En wouden ze alleen maar looten. Oké. Okay. Oude bank. Ja, kunnen ze daar in de bank? Anders kunnen ze ook in de safety deposit zitten nu, hè? Ja, laten we die hele bank eens even... Oh, dat kan ook. Want er zit natuurlijk hier wel een deur, maar... kan gewoon geshift nu in die deposit hier zitten. Dus ja. Oké. Okay. Zal ik voorop gaan met de grote gun, of? Graag. Ja. Niet allemaal naar binnen toe. Nee, Chuck en ik wel die buiten wel even. Ja, ik heb ook nog van die smokegranaten, dus als we die eerst gooien. Ja, is ook goed. Doe eens anders maar smoke, uitsmoken. Oké, okay, go Dylan, go. Oké. Loop niet door die rook, hè? Oh, ja, daar moet ik eerst doorheen. Dat is juist het probleem. Hij zit ervoor. Goed, ik ga wel gewoon eerst. Ik ga gewoon balls deep en ik zie voor zover ik kan zien helemaal niks. Nee, niemand hier zo. Nee, het is leeg. Damn it. Had gekund natuurlijk. Ja. Oh, wie schoot er? Ja, dat was ik. Oh. Zo goed uit, joh. Sorry. Oké. Okay. Oh, dat was ik. Nou, maar goed. We zijn allemaal goed.
guys. Even chill. We gaan denk ik door de hoofdstraat, gewoon naar het F5 gebouw nu. Want hoofdstraat F5, ja. Dat is overduidelijk niet, denk ik. Ja, hier, ja. Ik zie ze. Ik zie ze allemaal. Ik ga Damn it. Ik volg jou, Delvin. Ja. Let ook op de back. Ja, daar rent er een in de vette. Wie zit achter mij? Okay. Oh, ja, wij zitten allemaal achter jou nu. Oh, ik zie ze allemaal, ze lopen allemaal waar wij vandaan kwamen. Ik heb allemaal naar het gemeentehuis. Ja, inderdaad. Ik moet even eten. Neem de chase over. Go. Linksaf. Ik denk haast dat we ze kwijt zijn. Ik zie ze niet meer. Nee, misschien dat ze ergens geshift zijn, dus pas even goed op voor hem. Jij wel, zo. Oh, ja, gemeentehuis. In het gemeentehuis? Opsingelen. Schiet het glas kapot. Ja, ze gaan de rechterkant uit. Ik ben met je mee. Ik zie mensen allemaal binnen hier, voor de ingang. Ik denk dat ze er ergens uit proberen te komen. Oh god, de ingang is helemaal lek geschoten. Ja, de ingang is kapot. Let op bij de ramen, je kan soms een headshot pakken. Ze zitten ook nog aan de achterkant volgens mij, ze gaan er aan de achterkant uit. Waar zitten ze? Aan de achterkant van de bank gaan ze eruit. Gemeentehuis, sorry. Ik zie ze hier. Shit. Oké, doorgaan. Oh, hier is Mecio. Oh, pas op, C4. Oh shit, Mecio heeft de C4. Ik ben alleen, ik kom terug. Ik kom nu ook terug, ik ben ook alleen. Ik heb hier nog één. Jongen, ik heb hier nog één. Er zit nog één iemand in het gemeentehuis. Die met Mecio, maar ik moet hem laten gaan. Ik ben hier alleen. Oude Portals gemeentehuis, please, go. Oude Portals gemeentehuis. Oh ja, ik weet waar het is. Ja. Bartopia. Bij de bank, bij de bussen daar zo. Helemaal daar? Oh, er zit nog iemand in het gemeentehuis. Ik heb ze nog hier, er worden motor gegooid, alles. Eén iemand is het gemeentehuis ontvlucht. Ik jongens, in de back, ik zag een naam in de back. Komt de granaat. Ja, er zit nog iemand in onze back, die blijft een beetje uitdagen. Ik ben hem kwijt, man. Ik zie hem nog een beetje, maar ik wil het eigenlijk niet doen. Hij gooit de motor, cocktail, alles. En wat is je locatie, David? Ze nemen het gemeentehuis weer in, jongens. Ja. Moet ik het gemeentehuis naartoe komen? Graag. Kom eraan. Zullen wij gewoon... In de straat ervoor zitten we. Recht voor de ingang. Dan komt de snorrie komt naar jullie toe volgens mij. Ja, er komt nu een snorrie naar jullie toe. Ik weet niet via waar. Ik ben echt de weg kwijt. Wat zie je? Rechts, Jax. Ja, achter. In het gebouw. Achter je, David. Daar zit hij. Ja, dan heb je letterlijk net snorrie gezien, waarschijnlijk. Ze lopen hier allemaal nu... Even kijken, hoor. Snorrie liep hier langs, waar ik nou loop, ouwe. Ja, ik heb hem net eens gezien. Twee gaan nu de stad in. De stad in? Hier ook in een gebouw. Hier in een gebouw zit eentje te looten. Hier voor mijn neus. Hier zo, deze kant op misschien dan. Waar zitten jullie? Voor mijn neus. Ik zit bij de ingang van... Hier in dit huis voor mijn neus zit eentje. Voor mijn neus. Oh ja, ik zie zijn naam. Hij zit boven. Oké, dan gaan we eens eventjes lekker met z'n allen naar binnen, of niet? Let's go. We moeten oppassen, want als het Mecio is, hij heeft C4. Nee, het is geen Mecio, het was iets met een L. Oké. Okay. Nee, hij is eruit gegaan. Hij rent hier nu de stad in. Kut. Hij is gone. Moeten ze altijd tijd geven dat ze gewoon kunnen regroepen en dan dat we ze gewoon weer frontaal aanvallen, want we winnen het wel. Nee, maar dat willen ze helemaal niet. Trouwens, ik werd net echt genakt in mijn nek, jongen. Ik dacht, ik focus even op die snorrie, maar helaas. Bij maar even regroepen dan, denk ik. Yes. Ik zat achter Snorri aan, maar er zaten dus nog drie. Ja, bij die oude portals. Dat is zeg maar die kant op daar. Ja, ik kwam daar Mees ook nog tegen, maar ik heb alles misgeschoten wat ik kon raken. Dus dat ging ook wel lekker. Ja, ik heb één keer mijn medkit moeten gebruiken. Ik zat vol op mijn C4. Oh shit. Eén keer geraakt aan een granaat. Ja, ik was half AP kwijt door een C4. Gemeentehuis was leeg, right? Is niet helemaal leeg, ja. Helemaal lek is het. Nee, maar daar zit niemand meer. Ze zijn allemaal die kant op gegaan. Nee, ze zijn ook een aantal zijn ook de stad ingegaan, richting F5. Welke kant op? Richting F5? Meer die kant. Ze zijn opgesplit, zijn twee kanten op. Zeg het maar, wil je die kant dan op Jax of de stad in? Ik verwacht nu dat ze er niet meer zitten. Ik denk eerder dat ze nu die kant op gaan. Nou, we krijgen vast zo weer de volgende coördinaten door. Dus dan misschien daarop wachten? Of zeggen we gaan alvast lopen richting F5? Loop maar richting F5 toe. Okay. En we zeggen, laten we F5'tje. Go. Die kant op. Ja. Yep.
Perfect. User left your channel. Gewoon een staartje volgen. Jack staat hem maar voorop. Hij heeft dat dikke wapen, ja. S. Allemaal even reloaden als je moet. Dat is ook op de huizen waar we nu langs lopen, want ze kunnen overal zijn ingevlucht. Ja, I know. Ik weet, dus elk hoekje en cranny ben ik aan het kijken, hoor. Niks. Hier is ook een groot gebouw. Ik weet niet wat dit was, maar... Keep on walking. Nou, hier links is de haven. Dus we zitten... We mogen... Dit is de blauwe club. Mm-hmm. We mogen hier naar rechts toe dan. Oké. Gemeente en politiebureau. Dat was wel een goede gok, want daar zaten ze allebei. Ja. Zou dit ook iets zijn dat ze hier bovenop gaan zitten of niet? Want dan zien we ze niet, hè? Die blauwe club. Zou dat kunnen zijn, maar... Nou ja, dan zijn... Anders hadden ze nu wel gecheckt of wij er al waren. Ja. User joined your channel. We zijn er bijna, jongens, denk ik. Ja, hier zo links zometeen. Daar zit je helemaal bovenin het F5 gebouw. Ja, je weet niet, ik zit ook wel een beetje te kijken overal, maar ik zie nog niks. Museum en een F5 gebouw, daar kunnen ze allebei zitten in principe. Ik moet gewoon iemand hebben, die loopt nu gewoon te camp vanuit Uptown daar en die loopt gewoon nu alle informatie door te spelen. Ja. Zullen we gewoon heel het F5 gebouw even helemaal doorlopen? Hey, ja. Jongens, wacht. Ik zie daar Max. Ja, ik zie namen in het F5 gebouw, ja. Oké, dan gaan we het hier eens even opzingelen. Pas op voor traps, want ik verwacht dat het een bait is. Anders staat hij daar gewoon geshift. Ja, er staat er maar ook maar één, dus het is een beetje inderdaad trap. Krijg je de gasgranaten in boven, denk je? Van boven, door het luikje heen? Hey, verwacht? Die was raak. Ja. Rusje. Er zitten meerdere, Oh, zit er inderdaad meerdere. Ik zag nu twee namen al. Drie namen zitten erin. Eentje loopt nu over de overloop heen. Kun je ze raken dan, vanaf hier? Ja soms kunnen we raken. Kijk het gebouw achter je, kom. Hier. Kunnen jullie sniper positie? Oh, ik ben geraakt. Ik schiet vanuit raam. Hier zit er nou niet. Waar? Hierdoor. Achter ons. Let's go. Jack's liefst. Ja, ik ben ook achter jullie. Ik doe nog niks straks tot ik... Nee, ze vluchten. Waar zijn ze heen? Ja, helemaal weg. We kunnen beter gewoon dat andere gebouw. We missen er eentje volgens mij. Oké, jongens, is iedereen weg bij het F5 gebouw? Nee, toch? Nee, we zijn hier nog. Ze zitten er nog steeds in. Hebben nou geen... Ja, weet je. Eentje erboven, eentje erboven. Ja, hier, bij het raam. Ik ben in het museum. Jo. Ik heb de hele tijd, heb ik al, voor die stoel ook... Groene balkje. Links boven. Maar jongens, als er drie in zitten en we zien er één. Laten we het gewoon met drie man naar binnen gaan. Ja, ik verwacht echt een trap daar. Twee mannen op de derde verdieping. Twee mannen derde verdieping? Ja. Niet doen dus of wel? Nou ja, stel ze hebben wat bommetjes er liggen, je weet het nooit. Ja, we kunnen het altijd. Wie is dat dan? Verslaafde Mark. Ken ik niet. Ik ga even polshoogte nemen hier in het begin. Kijk, hey, dit is dicht. Die groene blokjes gaan met F10 uit. F10. Is dat zo? Oh, dankjewel. Ja, je ziet nog steeds. Ik denk precies hetzelfde. Vanaf waar? Vanaf waar wordt die geschoten? Vanaf. Vier mensen. Oh, pas op! Oké, ze hebben de. Ja, maar de timer loopt wel. Als we dit niet kunnen innemen, dan zijn we fucked. Kunnen jullie. Precies, gratis. Delvin, Duffy en Dylan. Oh! Een RPG. Kunnen jullie hier de vooringang bezighouden? Chax, waar ben jij? Ik zit samen met Duffy op sniper. We zitten hier in het museum, boven. Oké, kunnen jullie zich bezighouden? Vooral niet shiften. Ja, Dylan, kom je aan. Oké. Zorg dat ze je niet zien. Dan gaan wij... Ja, kom maar, gewoon rennen. We gaan hier omheen. Het lijkt wel alsof ze een beetje naar de achter van het gebouw proberen te move. Een ram intikken ergens. Dat gaan wij hier dus doen. Dat gaan wij precies hier doen. Dat was precies mijn plan. Ik zie één naam boven op de... Ja, ze gaan allemaal op. Voor mij is het veilig, jongens, want ze gaan allemaal omhoog. Ja. Eentje nog wel rond waar het F5 letterlijk staat, zit nog één persoon. Ik ben achter je. Ik ben binnen. Oké. Er zit de tweede verdieping nog. Ik zie Max hier. Ik zie hier.
Ik heb mijn spraywapen beet. Ik ga ietsje meer rushen. Kom maar, Dylan. Ja, ik zit achter je. Ze rennen flink omhoog. Ja, ja, ja. Ze zien dat ik eraan kom. Dat is precies wat ze willen. Als we hier een gaten hadden, holy shit. Eén persoon op de bovenste verdieping nu. Bovenste verdieping? Ja, ja. Eentje zit net helemaal boven, ja. Ze gaan hoog, jongen. De oude penthouse. Er staat hier, Lakrata staat hier. Ja, 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 ja. Oh, pas op. Mees loopt bovenop, jongens, pas op. Hij zit vast in dat ding. Richt op die... Hij is naar beneden gesprongen, die vent. Nee, echt? Ja! Beneden gesprongen? Ja, hij zit hier rennen. Ja. Ja, ik zie hem nog rennen daar. Oh, nee. Hij zit nou bij de Blue Street. Dat mag de rest dus niet doen, hè, naar beneden springen. Een aantal mensen, zoals Mees ook, heeft ook geprobeerd, maar ik heb hem teruggeschoten als het ware. Hij zit ergens nog boven. Ze zitten hier nu allemaal vast. Ja, ik blijf beneden, zodat ik de mensen die eruit springen weer kan schieten. Welke verdieping zit er? Ja, Mees loopt op het, Mees loopt op het hout. Mees wil ook springen. Max snel, okay. Kijk, iemand loopt erbij. Ik ben boven. Oké. We moeten dat balkon op. Kom, Piep. Ja, op het balkon zit Mees. Pas op voor even twee. Ah, explosieve dit dus. Mees loopt nog steeds daar. Ik heb Mees dood. Mees is dood. Oh, nice. Er staat nog één hier op het balkon, denk ik. Ja, die moet hier ergens staan. Is hij naar beneden gesprongen? Hij is dood. Nee, Max is ook nog bij het balkon. Max is nog bij het balkon. Oh, nee, die loopt hier. Waar? Over het hekje heen. Hier zo. Oh, shit. Oh. Oh, shit. Ik moet reloaden. Ik kan hem niet raken, op een of andere manier. Ik ook niet, oh. Waar is hij heen gegaan? Hij springt gewoon letterlijk naar beneden. Ja, hij is neer. Oh. Hoppakee. Dual wielding. Wauw. Oké, dat heeft mij wel heel wat damage gekost trouwens. Jesus Christ. En nu? Nou, we hebben het in ieder geval terug. We kunnen nu gaan kijken of ze wel bij andere gebouwen zijn. Ik hoorde nog iemand vallen. Is dat van ons? Ja. Dat ben ik. Oké. Okay. Bij Delve en ik staan voor het F5 gebouw. Mejo die probeerde te jumpen. Ik schoot hem bijna uit de lucht. Heb ik nog ammo? Oh shit, mijn oude ammo begint op te raken. En ik heb nog wel wat voor je over. Nee, hoeft niet. Ze hebben waarschijnlijk bakken aan wapens. Trouwens, als je kan, probeer die gear van hun op te pakken. Vooral die diamond stukken en zo. Ja, als ze die weer terugvinden, dan... Precies, dat willen we niet. Nee, inderdaad. Jacques, plan? Verzamelen buiten F5. Dit is helemaal clear, is right? Dit is helemaal clear. Heeft iemand de bovenste verdieping gecheckt? Daar waren wij net, toch? Dat heb ik gedaan. Nee, dat was niet de bovenste. Ik ben helemaal naar boven gegaan. Goed, en nu? Ik denk dat ze weer naar gemeente gaan. Of in ieder geval naar legerbasis. Ja, als ik zo kijk, Lakrata is ontsnapt, die is richting de blauwe club gegaan. Maar ik zie ook nog bijvoorbeeld een Snorri, die heb ik dan niet kunnen killen. Een Boes. En een gewoon nog iets. Met hoeveel zullen ze nu nog over zijn? Ik denk een stuk of 8. Ja, en er is een heel stuk wat we helemaal nog nooit bekeken hebben daar bij het strand. Maar daar zitten ze niet, want dan hebben ze de stad niet in hun bezit. Maar eentje is toch gevlucht richting Blue Street, richting het politiebureau? Blue Street, ja. Nee, de Red Street. Ja, dat. Drone? De blauwe club. Oh, drone? 4 personen in het gemeentehuis te vinden, rondom het gemeentehuis. Ja, daar hebben we de last stand daar waarschijnlijk. Prima. Dat dacht ik al. Dan naar het gemeentehuis toe. Hop. Het gemeente, ja, die zijn helemaal kapot natuurlijk. Ja, en er ligt allemaal water voor de deur. Ja, dus. Maar pas ook op voor booby traps nu, hè? En 4 man, hoeveel zijn er nog, is de vraag. Ja. Bij het gemeentehuis of politie, wat zei dat er ook? User joined your chat. Gemeentehuis. Ja, dan zijn ze echt een heel stuk verder, maar de vraag is of ze er nog zijn. Ja. Oh, handig, de droog heeft nog een update. Oké. Ja. Een mobieltjeszaak. Hier tussendoor volgens mij, en dan zijn we er bijna, toch? Nou, we zijn nu bijna bij... Ja, daar is het gemeente... hier? Ja, daar. Ik zie hem al, in de verte. Daar is inderdaad het gemeentehuis. Oké. Even kijken, hoor. Ik ga niet voorop. Ik heb wel redelijk wat kills gemaakt, maar ik heb het idee dat ik... Misschien is het handig als de snipers eerst een andere gebouw neerzetten. Sure.
Ja, ik zie hier trouwens een gebouw hier achter mij waar ik voor mij wel in kan. Dit is best wel een pittig hoog gebouw, alleen het is wel... Oh, eentje heeft zichzelf verdronken. Huh? Oh, ze proberen dus naar boven te gaan via het water. Ja, ze hebben... Oké, dan. Welk water? Het water dat ze daar hebben geplaatst. Ja, ik zie allemaal namen boven. Goed. Ik ga dit gebouw hierin. Dan kan ik hier naar boven toe. Wil jij de achterkant van het gebouw nogmaals in de gaten houden? Want daar proberen ze net te ontsnappen. Wij staan hier in de voorkant. Ja, ze gaan helemaal omhoog. Oh, ik zie dat. Wow! Ik zag hem! Waf! One-shot it. Ja, we moeten nog één keer kijken. Ik zie nog drie namen in het gemeentehuis. Ja, ik sta aan de achterkant van het gemeentehuis. Ik zie een Lacratus. Hey, aan de achterkant kunnen we naar binnen komen. David, kom mee. Dit verwacht ze niet. Links aan je. Oh, sorry. Zoals die probeert naar beneden te springen via de rechterkant. Rechterkant? Ja, ongeveer tweede, derde etage. Ik zie... Boven Sharks. Ja, ik zie Snorri naar binnen te komen. Waar is onze bouwer? Hebben we... Oh, wacht eens even. Hier, Chucks. User left your channel. Oké, ze gaan nog verder naar boven. Ze lopen met z'n drieën nu verder naar boven toe. Ze gaan naar de laatste verdieping toe. Chucks en ik zijn binnen. Oh. Ja, ik ben ook achter je, David. Hebben ze het naar beneden laten stromen, zodat ze via daar misschien naar beneden komen. Oké, ze gaan een verdieping lager zitten. De ene laatste verdieping zitten ze. De ene hoogste dus. Ja, dat dus. Cool. Ja. En ze lopen nu op de bovenste. Oeh. Ik ga brain. En eentje dood stond bij het raam te campen. Oké, zit nog twee boven. Er doorheen? Twee boven. Yes. Ik kan het tegelijk doorheen hoor, komt helemaal goed. Oké, ze zijn in paniek. Ze blijven aan de linkerkant van het gebouw. Als je er letterlijk voor het staat, als je het woord gemeente leest, aan zijn linkerkant. Ik zie de twee namen hierboven inderdaad. Ik ga het glas onder hun reet. Maar ik raad het leven nog bij. Ja. Ik heb die er nog? Dat moet... Nee. Boes. Nee, jullie zijn eruit, Jullie zitten erin. Oké, ja. Ze zijn allebei naar beneden. Maar welke kant op? Richting Uptown waar wij waren. Voor mij is die kant een beetje op. Ik zit hier nog heel even. Ik kan ook op het dak zitten. Eén persoon zit nog bij het gemeentehuis, de andere is weggelopen. Hij zit hier nog? Ja, hij zit hier boven. Ik heb hem hier, hij loopt hier op straat. Achterkant van het gemeentehuis, loopt op straat, achterkant. User joined your channel. Shit. Hij loopt voor mij nu tussen de huizen door, hij loopt nu richting Uptown waar wij eerder zaten. Zit hier tussen de huizen hierachter. Delvin, nu ongeveer aan je rechterkant. Ik zag zijn name tag, maar het was niet genoeg. Gaan wij richting Uptown dan, boys? Er zit er nog één hierboven, denk ik. Hierboven? Ik heb Snorri gevonden. Waar? Hij loopt nu richting Uptown. Oké, ja, maar dat was Snorri inderdaad. Maar dan moet hier dus nog iemand zitten volgens de drone. Maar je kan hier toch niet hoger nog? User left. Ja, ik heb Snorri. Lekker. Nee. Oh, nice. Oké, dan was dat ook weer één. Dan was hij ingerend. Laten we gewoon weer naar beneden gaan. Ja, ik denk dan moet het gewoon nu net clear zijn. Verdieping voor verdieping, I guess. User joined your channel. Okay. Want dan is Boes ontlopen? Ja, dat weet ik dus niet. Oh, nee. Oh, wacht. Wat is deze neemplek dan? Oh, dat is Chucks met het water. Oké. Okay. Ik ben alles aan het klikken. Wie schiet er? Dat is Delvin. Oh. Ja, ik schiet op iemand die ik volgens mij op de bovenste etage zag lopen. Dat kan toch niet? We komen vandaan, vriend. Oh, daar waren jullie het. Soepel. Oh, ik zie een kernet liggen. Wat? En die moet dan net gegooid zijn. Nee, hij ligt gewoon op de grond. Oh, oké. Okay. We gaan nog even eentje naar beneden. Of is die al gecheckt, die verdieping? Maar is die al gecheckt? Ja, maar... De algemene tomtom zegt dat er nog eentje moet zitten hier ergens, maar... Nee, het is... Nou, ik denk dat net Snorri was. Dat ben ik. Dat Boes was geschoten, toen was Snorri er nog. Die is uiteindelijk vanaf de boom weggesprongen. Ja, Snorri heb ik daarna nog. Dus de ene zou eerder weten te ontkomen. Dat is Loot Crate of zoiets. Oh, dus die gaan we nu proberen te zoeken. Yep. Loot Crate? Nee, Lacratus. Ja, dat. Loot Crate, Lacratus, allemaal hetzelfde. Geweldig. Doe nog wel Larry. Waar niemand is. Uptown denk ik dan, want die moeten we nog hebben. Ik kom er nog aan. Lacratus. Alleen Lacratus nog. Ja. Ik denk het wel. Ja, ik zag Lacratus wel een beetje de linkerkant achter oprennen. Nee, maar ik ken Lacratus. Dat is echt heel sneaky. Hij zit nu niet meer op bekende plekken. Hij zit echt in zo'n huisje waar je nooit gaat kijken.
Nou, voor mij krijgen we wel extra drone-updates. Waarom? Omdat we er nog maar één hebben. Roze huis. Sorry, wat? In een roze huis. Ruffé. Er kunnen er een paar zijn. Het zou wel episch zijn als je daar de afsluiting wil hebben. Holy shit. Ook gewoon de call van de drone, roze huis en meteen een feesthuis. Ik heb een weapons check. Nee, ik heb niet zo heel veel oog meer. Maar ik heb een grenade. Ja, maar die ga je gebruiken? Zeker weten. Ik zou dat niet doen. Ik gooi hem gewoon naar boven en dan moet hij naar beneden. Of hij zit in de tuin. Hij heeft een ambush neergezet voor ons, een setup. We lopen erin en we zijn allemaal dood. Ik verwacht dat als hij bij Reve's huis zat, stel, dan is hij waarschijnlijk helemaal naar boven gegaan waar wij de eerste paar mensen killden. Want daar heeft hij overzicht. Kan het niet hier de shop hier rechts zijn met de roze helm erop? Ik denk het niet. Ik heb een roze huis in beeld. Ik heb hem ook nu in beeld. Ik zie nog geen beweging van wat ik vanaf hier kan zien. Jullie zitten in een goede straat. Everything looks very normal to me. Dit in de goede straat hoor ik net, hè? Drie lopen er verkeerd nu. Dan zit ik in de goede straat. Ja. Ik in de goede straat. Oké, dan is hij dus niet bij een feesthuis. Een roze huis? Hij was maar daar zat hij, hè? Roze. Ah, oh, wat een pipo. Kunnen we hem niet gewoon even wat meer trekken? Dat is typisch de laatste. En ik zit hem daar een half uur over te doen, eerlijk gezegd. Met die pushers die zo... Ja, die pushers moeten gewoon vechten. Museum. Oké, dan. Let's go. Jongens, gebruik alles wat je hebt. Eet nog even één keer, ik doe het ook. User joined your channel. Hij zit boven. Ja, daar zit hij. Laten we lekker naar beneden typen. Waar is hij? Waar is hij? Hij zit boven, boven zijn vliegen nog. Ja, yep, same. Hij gaat naar buiten. Hij is buiten op dit moment. Hij loopt nu op touw. Ik had hem bijna. Holy crap. Don't you dare. Tureske huisje. Don't you dare. Hij zit in jouw huis. Denk ik boven. Dat kan ik van hier net niet pakken, jongens. Go, 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 go. Zolang hij niet onder de grond gaat, kan hij boven niet veel. Kan hij alleen maar achter het huis. Ja, daar kan hij geen kant op bijna. Jawel, hij loopt nu... Hij gaat het nieuwe uptown op. Ja, ja. Als hij daar toe gaat, dat is de enige plek waar je toe kan. En dan hebben we hem de stad uitgedreven. Ja. Oh, redden. Ja, eigenlijk wel, maar ik wil Bauko killen ook, als het erbij ligt. Hij loopt helemaal tegen de rand van de berg bij uptown. Ja, ik zit achter hem. Ik zie hem ook altijd. Ik ben hem gewoon gevolgd de hele tijd. Ik ben nu op het strand. Ik zit ook nog achter jou. Als je hem ergens op het strand uitkomt, dan heeft hij een kogel in zich. Ja, ik sta aan één kant... achter het huis. Ik ben hem kwijt. Ja, hij zit in het huis. Ik zie het inderdaad. Ja, hij zit in dit huis. Hierboven. Hij zit op de bovenste verdieping. Ik denk dat hij er aan de achterkant uit gaat springen. Jongens, ik sta hier. Oké, ik zie. Even kijken. Kut. Nee! Oh. Woe! Ik ben weer met hem. Als hij hier gaat springen, kan ik hem hier pakken. Oh, die trap is kapot, jeetje. Hij is naar beneden gesprongen, één verdieping, en hij wil weg. Waar is die heen dan? Hier bij mij. Oh, hier. Waarom kun je hem niet raken, joh? Hij rent richting de... Oh, de berg. Hij rent niet terug naar mij. Hij gaat hier een ander huis in, tegenover. Nou, dat is heel leuk. Zit hij in de kelder? Hij zit in de kelder hier. Hij zit opgesloten praktisch. Hij zit hier in de kelder. Hij heeft kopwebs geplaatst. Ja. Is er een manier om die kopwebs kapot te krijgen, of niet? Nee, dat is er niet. Maar we hebben een bouwer. We kunnen hem in principe insluiten als ze willen. Als je hem dicht bouwt. Ik heb een grenade. Dus zou ik hier gewoon bokjes plaatsen, dat hij er niet meer uit kan? Lijkt me goed plan. Dus, dan hebben we nu dan gewonnen. Yep. Ha. Gefeliciteerd. Maar hij hield het nog lang vol. Wat een vent, jongen. Absoluut. Ik wil dat hij de volgende keer Army speelt. Dat wordt echt lachen, volgens mij. Nou, kijkers van de Dark Games. Het was de chase. Het is gelukt. Je hebt het gezien. Ik heb het overleefd op een half hartje na. Het scheelde echt helemaal niks. Andere heren hebben ook redelijk op damage gedaan. Maar ik denk dat het de gretigheid is geweest van...
van de terroristen, waardoor het niet helemaal goed ging. Wie van jullie durfde een keer als terrorist, jongens? Ik. Ik ook wel. Ik ook wel. Ja, we gaan de teams een keer opswitchen en dan mogen de OP-YouTubers het eens een keer proberen met de kleine kitjes van de terroristen. Bedankt voor het kijken en vergeet de like niet. Tot de volgende keer. Later.